Zo dadelijk vertellen we je meer over de tweede aflevering van Het Sterke Geslacht. Maar eerst Leslie Ann Poppen. Ja, die dame is ondertussen al een echte hype geworden. Vorige week zat ze nog in Goedelen. Nu, afgelopen weekend, stond ze in het laatste nieuws. En wij vonden het dus hoog tijd om maar eens te gaan opzoeken in een van haar schoonheidsscholen. Ja, schoonheidsscholen. Is dat daar dan waar je dan die speciale slagroomspuittechniek kan leren? En geeft ze daar eigenlijk zelf les? Ze heeft een diploma handelswetenschappen. Vroeger gaf ze zelfs bedrijfsbeheer. Maar nu is ze daar dus mee gestopt. Ze doet alleen nog maar management en ze geeft les in haar schoonheidsscholen. Ze heeft er eentje in Antwerpen, één in Gent, één in Hasselt. Mm-hmm. Dat regelt ze allemaal samen met haar man Benjamin. En wij gingen een blikje werpen in de vestiging in Antwerpen. Hallo lieve schatten allemaal. Ik ga jullie vandaag mijn favoriete plekjes laten zien. Op de schoonheidsschool. Voilà, zie. Sinds 2005 zijn wij gestart met de schoonheidsschool. Dat is eigenlijk een opleidingsinstelling voor alles van beauty, wellness en fashion. Dus van de meest klassieke schoonheidsverzorgingen tot de meest alternatieve therapieën. Je kan hier alles volgen. Hier hebben we zo bijvoorbeeld à la classe. Dit is het nagelstylinglokaal. Daar zijn momenteel lessen bezig van gelnagels en we gaan eens eventjes kijken. Ze zorgt ervoor dat ze nu eerst een randje maakt, een verlenging eigenlijk, om dan een mooie sterke nagel te krijgen. Amai. Dus eigenlijk zijn we wel bezig met een goed doel. Natuurlijk, natuurlijk. Ah, ja. En hier is het lokaal van Visagie, waar dat de studenten leren om een mooie make-up aan te brengen. Dus dat gaan we nu eens eventjes gaan kijken. Momenteel zijn ze bezig met les 8 en dat is de catwalk make-up. Dus dat is echt bedoeld voor tijdens modeshows. En dan zijn ze dat nu in de praktijk op een model aan het oefenen. Ik heb hier zelf ooit les gegeven, maar niks van beauty en wellness spijtig genoeg, alleen bedrijfsbeheer. Ik ben zelf licentiaat handelswetenschappen van opleiding, dus voor mij was dat eigenlijk een logische keuze. Maar ik vind eigenlijk al die make-up en zo veel toffer hoor. Voilà, dit is hier mijn bureau. Van hieruit coördineer ik onze 6000 studenten en onze 300 docenten. Ja, dat is een heel zware klus, maar ik doe dat wel graag. Ik ben eigenlijk dol op lijstjes en op planningsjes en excelletjes met daarin allemaal die cijfertjes en zo. Dus eigenlijk is deze job mij ook wel op het lijf geschreven en ik hoop dat ik daar nog jaren mee mag verder doen. Ik kan best wel geloven dat het een job is die haar op het lijf is geschreven, maar het is wel indrukwekkend. Ja. En dan heb je de mooiste ruimte nog niet gezien. Hè. Dat is die waar ze craniosacrale les geven. Cranio... Mag ik zeggen nog eens? Ja, cranio... Leslie kan het beter uitleggen. Dit is onze mooiste wellnessruimte. We gaan daar nu kijken, want daar is craniosacraaltherapie bezig. Craniosacraaltherapie is een therapie die zich richt op het gebied tussen de schedel en het heiligbeen. En dat is eigenlijk om energieblokkades op te heffen. Dat is juist, hè? Klopt. Voilà. We zitten helemaal juist. Dan kan ik dat ook in één keer meemaken. Ja. Ik weet dat veel mensen van mij denken dat ik alleen bezig ben met mijn uiterlijk, maar dat is eigenlijk niet zo. Ik vind innerlijke rust en harmonie zeker even belangrijk. Nu, als mensen van mij willen denken dat ik oppervlakkig ben, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit, hoor. Het zijn ook vaak mensen die mij niet kennen en als ze zich openstellen voor mij, dan kan ik hen misschien nog verrassen. En nu staan we voor een heel serieus lokaal, want hier vind je massage bezig en dan ben je uiteindelijk met mensen hun lichaam bezig, dus dat is eigenlijk zeer ernstig. Ga eens kijken. En vind je het leuk? Ja, zeer ontspannend. Ja? Zit je nu eigenlijk helemaal tot rust aan het komen van de dagelijkse stress? Ja, vol een bak. Het is echt plezant om te mogen liggen en om te genieten. Kan ze het goed, uw masseuse? U heeft al veel bijgeleerd. Ja, ze doet het heel goed. Allee, ik ben wel tevreden. Wel, ik ga u laten verder genieten, hoor. Heel erg bedankt. Ja. Dag. Voilà, lieve schatten. En nu is het mijn beurt om mij ook eens te laten verwennen. Voilà jongens, ik hoop dat jullie er even hard van hebben genoten als ik. En ik hoop om jullie hier ook eens te kunnen ontmoeten.